yes! Tuurlijk. Staat dat op Facebook nog? Echt? Hallo iedereen, ik ben Amber en ik zit hier in de Proximus Basecamp. Zo een beetje de place to be voor al onze Belgische spelers. En vandaag zit hier naast mij op de zetel niemand minder dan Red Flames, Sarah Kees en Laura De Loze. Merci om hier allebei te zijn. Hebben jullie stress? Nee. Maar toch een beetje? Ja. Ik zag het al een klein beetje. Nee, maar het gaat leuk worden vandaag. Hebben jullie eigenlijk wat kunnen aarden al hier in de Basecamp? Want jullie zijn er nog niet zo lang. Nog niet echt. Nee, niet van gisteren echt. Zijn we hier. Maar ja. Pas in de namiddag. Hoe is het met de conditie? Hoe voelen jullie zich? Goed eigenlijk. Tot nu toe goed, ja. Hè? Het begint eigenlijk vanmiddag, is de eerste training. Erin, dus we gaan zien de stand van zaken. Ja. Oké, okay, leuk. Ja, we gaan zorgen dat jullie na vandaag ook een klein beetje extra zijn opgewarmd op heel veel verschillende andere vlakken. Want ik heb daarnet gezegd, welkom in de Proximus Basecamp. Maar eigenlijk heb ik een klein beetje gelogen. Eigenlijk zitten we hier vandaag in de... In de Basecamp Time Machine. En dat is een machine die zowel naar de toekomst kan, vooruit, maar ook achteruit naar het verleden. Hebben jullie al wat meer stress nu? Als al vragen zijn. We zullen rustig beginnen. Ik stel voor dat we terug in de tijd gaan, maar een paar jaar. We gaan 2 jaar terug in de tijd, naar 2022. Het jaar waarin de Flames voor de eerste keer ooit de kwartfinales hebben gehaald. Jullie waren daar allebei bij. We hebben daar ook beeldmateriaal van. Oh, zalig. Wat doet dat met jullie als jullie dat terugzien, die foto? Dat was wel superleuk. Je hebt daar zo samen naartoe gewerkt. Dat deed echt veel om dan op TK ook resultaten te halen. Dus. Ja. Zo'n uniek moment, om natuurlijk dat je de eerste keer de kwartfinales hebt gehaald. En al, dus ja. Dat was wel echt een speciale match. Ja, vooral tegen Italië. Hè. Ja, dit is dus nog niet zo lang geleden eigenlijk. Hè. Nog maar 2 jaar geleden. Maar gelukkig, onze tijdsmachine die kan ook nog veel verder terug in de tijd gaan. Om precies te zijn naar 2010. Oei, Laura, jij was toen 16 jaar ongeveer, denk ik. Oh nee, gaan foto's komen. Ja. Ik voel de dagen. Talent voor voetbal, dat wist je wel. Maar blijkbaar heb je ook een talent voor professioneel duckface maken. En we hebben daar gelukkig ook beeldmateriaal van gevonden. Oh my god, dat is echt over. Wie heeft dat doorgestuurd? Ik ging eigenlijk zeggen, we geven onze bronnen niet prijs, maar misschien is het wel relevant dat je het weet, want eigenlijk was het niet zo moeilijk om te vinden, want dit staat op je Facebook. Staat dat op Facebook nog? Echt? Je bent niet de enige. Oh. Daarnet hebben we hier ook al een paar alarmbellen doen afgaan bij iedereen van zijn Facebook-profielen. Toen ook al voor Anderlecht gaan spelen. Ja, mijn hele leven al bijna, denk ik. Dus inderdaad, sinds 2010 speel ik voor Anderlecht. Dus maar wel een iets andere look. Ja, die mesh die was toen de bless. Goed. Dat is een Bieber blesje. Amai. Ja. Maar ja, 2010, ik denk wel, de bless, dat was toen in, hè. Iedereen had dat toch? Ik hoop het, maar als ik dat nu terugzie, amai. Dat toen in de mode was, je zat niet. Ja, maar dat is echt door Justin Bieber dat die bless. Ja, ja. Exact. Hij was toen open waarschijnlijk en dan ja. Sari? Ja, ben ik aan de deur. Ja. Hebben we van u ook beeldmateriaal gevonden? Ik moet zeggen, gênante foto's zoeken was iets moeilijker bij u, maar we hebben wel een heel schattige foto gevonden. Ook in ik heb het al gezien. Chance, hè? Ja, dat is echt schattig. Leuk. Nou, dat is mijn eerste voetbalploeg bij Wiedingen. Oké, okay. En welk jaar is het? Ik denk dat ik 7 jaar, dus dat is dan 2008 of zo geweest. 2007, 2008. 7 jaar en toen al. Ja, ik stond eerst in de goal, dat weet ik nog. Maar dan mocht je een vliegende keeper zijn en dan was ik meer op het veld aan het spelen. En dan dacht ik, oké, misschien moet ik toch op het veld gaan staan in plaats van in de goal. Je ziet wel al de dedication in het gezicht, hè. 7 jaar, maar... Full focus, hè. Ja, we hebben wel echt heel schattig. We hebben ook nog een andere heel schattige foto gevonden. Oh, dat is mijn zus. Die heeft toen haar arm gebroken. Op vlak na de foto? Of... Ja, mijn broer kwam meespringen en toen sprongen wij zo, wij met 2 jaar in de lucht, dat zij zo heel hoog vlogen en die vielen niet. Haar arm. Ja, dat was wel zielig, maar ook een goed moment. Ja, hoe oud werd je hier? Je ook nog super jong. Ja, dan was ik jonger nog, denk ik. Want mijn zus is maar 1 jaar verschil en ik denk dat zij daar 5 of zo is. Ja. Dus ik denk ook als ik maar 6 was. En er zit 1 jaar verschil tussen jullie, dus jullie zijn best close dan waarschijnlijk. Ja. Nee, of jullie zijn echt wel dezelfde leeftijd wel. Opgegroeid. Die hebben we ook van op je Facebook gevonden. Ik heb goede keus gedaan. Ja, daar zit tussen jullie niet heel veel, maar toch een beetje leeftijdsverschil. Dus ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd of dat er zo dingen van back in the day zijn, die misschien bij de ene wel een belletje doorrinkelen en bij de andere totaal niet. Zijn de dit. Ja, Snake. Tuurlijk. Ja, alleen bij mij was dat toch een mooie idee. Favoriete spelletje, hè. Ja. De gsm van mama en de papa, heel zijn tijd spelen. Ik ook nog geen wifi hadden op gsm of zo. Inderdaad. Maar ik kreeg ook pas een gsm in een tweede middelbaar. We hebben hier oldschool bij. Ik weet niet welke dat het... Ik had zo een. Ja? Ik had een 3310. Dat trekt volgens mij een op het scherm. Zo meteen staat. Een 3310. Ja. Deze is al te chic of zo. Amai, dat is kei. Deze is wel echt, ja. Maar dat heb ik ook wel gehad. Een beetje later. Ik heb daarna wel een smartphone gekregen.
Amai, zo snel. Dat is een Sony. Wauw. Ja. Nee, ik heb eerst een paar bakstenen gehad. Maar nu krijg je kinderen aan de lagere school al een smartphone. Hè? Ja, dat, was, die, dat begint nu super jong. Dit was ook wel heel goed. Als ze zo wat afleggen, dan komen ze me heel draaien. Maar gewoon zo, zo dichtklappen. Zo. Ja, dat had wel iets, zoals gaan werken. Dat jullie dus Snake allebei nog kennen, is al heel goed. Maar we gaan een klein beetje jullie zangtalent testen. Wat er gaat gebeuren, is we gaan hier in de studio muziek laten afspelen. Op een bepaald moment stopt die muziek. En dat jullie gewoon verder zingen. Volle borst verder zingen. En dan gaan we ook daarna de muziek terug laten komen om te zien of jullie juist zijn. En het zijn dus allemaal tunes van films of series van vroeger. Dus normaal gezien... Gaan we het kennen. Zijn jullie klaar? Okay. Ja. Ja. Oh, dat is wel lang geleden. Ik kan het niet meer heel goed doen. Wacht, hè. Meer dan jaren, ja, oké. Okay. Ik wil leven, ik wil vrij zijn. Ik wil op mijn eigen benen staan. Ja, mijn leven moet van mij zijn. Oh, ja. Dat is een heel van die. Dat was klinkt. Ja, de zenuwen zijn er al. De zenuwen zijn er. Zijn jullie klaar voor de volgende of hebben jullie even rust nodig? Nee, ik kan de kraat wel. Vertrouwen is er nu. Oké, ik geloof er wel in. Oké, go. Dat is niet door mijn tijd. Oei, van de mij dan? Dat weet ik niet. Het is eigenlijk meer van uw tijd dan die van haar. Amai, dat ken ik gewoon niet. Dat is van misschien wel. Dat is van een film. Moet ik een hint geven? Ja. Zo wat basket. Dat is een musical. Nooit gekeken. Nee, ja, iedereen zegt dat al tegen mij, maar waarom moet je dat nooit gekeken? Jij weet dat doen vanavond. Ja. Ja, ik moet zeggen, we hebben ook een klein beetje verder research gedaan op je Facebook buiten de foto's. En volgens je Facebook, je hebt heel veel dingen van High School Musical geliked. Echt? Oei. Ja, omdat ik die knap vond, maar dus niet die film hebben gezien. Dat is eerlijk. Dus een like voor de cause, maar niet per se voor de film. Ja. Oké, okay, ja. Okay. Bon, dat is niet erg, dat is niet erg. Er zijn nog genoeg herkansingen. Bijvoorbeeld deze. Oh ja, Prins. Ja. Kun je dat zingen, dat niet? Oh, nee. Je denkt altijd dat je dat kent, maar dan moet je het... Een beetje meer luren. Ja. Maar het gaat I'll Be There For You, gaat het wel komen. Oh, dat is niet een zin, hè. Kom dan nu toch. Komt ie. Jawel, I'll be there for you. I'll be there for you. Perfect. Muziektalent, ik zie dat direct. Oké, we zijn al bij de laatste aanbeland, maar ik denk dat die sowieso heel goed gaat lukken. Kom aan, mijn kampioen. Ja, ik hoop het ook. Oh, yes! Ja, dat kunnen we wel zingen. Zal die aflevering gaan we wel buiten. En ja, gewoon zo die 1 rond 0-1, ja. Ik ken alles, hè. Ja, de backing vocals. Ja. Alles. Ik zal die even doen. Doe maar. Neem de 0-1, ik weet het niet meer. De kampioenen. Wij zijn de beste van het land. De kampioenen. Amai, dat was ook de beste van allemaal. Gemakkelijk, hè. Ja. Ik denk eigenlijk dat jullie misschien die generiek opnieuw moeten afnemen gewoon. Amai, en dan maken we er een vrouwenkantine van. Zou dat geen idee zijn? Zeker. We zijn echt fan dus. We gaan ervoor zorgen dat we een nieuwe generiek met de Flames kunnen doen. Ik moet zeggen, ik ben wel echt verbaasd onder de indruk van jullie snelheid, van jullie scherpte, van jullie zangtalent. Ik stel voor dat we dus daarom heel even gewoon terug in de teletijdsmachine gaan kruipen. Okay. Maar dat we deze keer... Naar de toekomst gaan. Aha. Wow. We gaan naar een soort parallel universum. Een toekomst waarin jullie geen voetbalsters zouden zijn geworden. Dat is niet zo'n makkelijke vraag, ik weet het. Ja. Oh, ik weet al wat ik zou willen. Ja? Oh ja. Gewoon, ik zou echt meer op reis willen gaan dan. Ah, oké. Okay. Ja. Naar? Wat zijn zo bestemmingen dat je zo... Nee, echt zo meer naar het zuiden toe of zo. Of naar Thailand of zo. Echt die dingen. Want nu hebben we vaak geen 3 weken of 4 weken tijd om bijvoorbeeld Australië of die landen te doen. Ja, ik snap het wel wat Sarri zegt. Want het is inderdaad wel waar dat je... Als je niet zou voetballen, zou je echt veel meer tijd hebben om overal naartoe te gaan waar je wilt en zo. Ja. Dat is dan niet per se op vakantie, maar ook gewoon om andere dingen te doen. Ja, of meer giro of zo deed ik vroeger en daarmee gestopt, omdat je echt in de voetbal moest gaan. Ja, dan zijn wel veel vrienden die je laat. De jeugdbewegingen inderdaad. Ja. Met de giro naar het buitenland.
kunnen ook doen. Dat kan ook, ja. Dat deden we net niet. Op kamp. Op kamp, superleuk, ja. En qua job, zijn er zo dingen... Ja, jullie zijn natuurlijk heel vroeg al begonnen met voetballen, maar was er ooit een plan B? Ja, voor mij nu. Ik ben bijna klaar met kine studeren, dan zou ik gewoon kine gaan. Oké. Ik zou graag met een brandweer of zo gaan, omdat dat ook zo... Sorry. Dat is ook nog iets fysiek en dat is niet altijd achter mijn bureau zitten, dus ik pijs dat... En veel dat voldoening, dat wel. Hè, krijg je daarvan. Ja, wel. En je helpt ook mensen en ik denk dat dat iets is dat... Ik zie het wel, hè. Ik zie het wel. Ja, en jij zit eigenlijk... Als onze research klopt, vroeger heel veel bezig geweest met zwemmen en dansen. En dat is er ook van tussenuit gevallen, of dat is ook vervangen door... Ja, bij mij is dansen, dat ging recht uit. Om je wist elke keer als je aankwam met dansles, moest je daarvan die zo stretch dingen doen en zo. En ik dacht, echt, dat is echt niks voor mij. En dan zwemmen daarmee gecombineerd, maar gewoon dat ik leerde zwemmen, dat ik dat wel wat kon. Ja. En dan ineens, ja, eigenlijk was dat heel grappig dat verhaal, want op school werd zo'n briefje uitgedeeld van kom voetballen bij Sporting Biedingen. Maar dat werd alleen aan de jongens gegeven. Okay. Dus ik kwam thuis keihard aan het wenen. Ja, ik heb die brief niet gekregen, hè, want alleen de jongens mogen gaan voetballen. En dan daarna heeft mama naar school gebeld en dan mocht ik ook gaan testen bij Sporting Biedingen. Amai, kijk, gewoon. Ja. Gewoon geclaimd. Ja. Terecht ook al, hè. Ja, heel grappig. Ik denk dat het tijd is om uit onze teletijdsmachine te stappen. Maar jullie zijn er nog niet helemaal vanaf, want het is nog tijd voor een laatste spelletje. Okay. Het is tijd voor de Fiber Speed Rounds. Oké, dus we gaan zo meteen de Fiber Speed Round spelen. De bedoeling is, ik ga er straks op duwen. Dan gaat er muziek starten en dan gaat er hier ook licht komen. En het is de bedoeling om zo snel mogelijk, het moment dat de muziek stopt en dat de lampjes uitgaan, op de knop te duwen. Oké. Okay. Degene die als laatste duwt, die krijgt een kleine elektrische shock. Oh nee! Maar vooral degene die als laatste duwt, die moet aan het rad draaien. En bij elke kleur hoort een andere opdracht. Als je op geel belandt, dan is het de bedoeling dat je iets vertelt. Dat kan iets grappig, iets gênant zijn. Als je op rood belandt, dan is het de bedoeling dat je een van de foto's die er zo net is verschenen op je Instagram zet. Op je story. Dus dat is toch maar 24 uur. Voor u is dat allemaal ja. En als je paars belandt, is het simpel, dan mocht je de opdracht doorgeven aan iemand anders. Zalig. En ik doe mee ook, dus als jullie revanche willen pakken, dan kan. Oké. Klaar voor? Amai, goed reactievermogen. Amai, oh, echt waar. Ja, dat verbaast mij niet dat ik het traagste ben. Ik ben onder drie natuurlijk. Ik zal gewoon als het niet paars is, ja. Ah, oké. Okay. Ik ga mijn kans wagen om de opdracht aan u door te geven, omdat ik hoop stiekem dat jij op rood zou draaien. Op rood, dat is posten. Amai, ja, eigenlijk moet dat is echt super erg. Dus ik moet niet draaien. Draaien. Ja, jij mag niet draaien. Als dat rood is, hè. Ja. Oh, echt waar. En dat moet echt gebeuren. Ja, maar je moet wel nog kiezen uit één van de twee beelden. Dus je kunt gaan voor de duckface of voor geen andere. En dat moet vandaag of mag dat als je weg zijn? Dat moet vandaag en dan mocht je daar gewoon bij zetten. Hashtag TheBasecamp. Dan zal ik mag Sari niet posten in plaats van mijn foto. Jullie mogen ook allebei posten natuurlijk. Hè? Daar ga ik niet... Dit is schattig, kom aan. Je mocht wel mijn foto plaatsen. Mag dat? Hoort het erbij? Oké, van mij mag dat. Ja. Misschien ook wel raar als ik die kaart post, maar ja. Ja, dat gaan we ook misschien veel vragen oproepen, maar bon. Dat is waar. Jullie zijn er vanaf. Oh, allee, yes. Ja. Nice. Na het posten zijn jullie er vanaf. Ja. Okay. Maar dus dikke merci om hier te zijn. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja, maar ja. Het was plezant. Ja. Goed wakker. Ging voorbij. Ja. Ja. Nu wel, ik had zo stress voor met die shock. Ik ook, maar ben blij dat het voor ons was. Ja, ja, ik ben ook heel blij dat het voor mij was. Oké, merci om hier te zijn en nog heel veel succes. Merci. Merci. Leuk.